Bas. En Adriaan. Hallo vriendjes en vriendinnetjes. Daar zijn we weer, jullie vriendjes Bas en Adriaan. En we zijn van plan om er weer een hele leuke, fijne, gezellige voorstelling van te maken. Ja. Hebben jullie er zin in? Ja! Ja. Echt gezellig, hè? Bassie. Ah jongens, stil eens even, de kloppetje. Bassie. Zo. Ik pak hem wegwezen. Bassie, wat is er? Hoor je dat niet? Wat? Het spookdier. Het spookdier, hoe kom je daar nou bij? Zie je dat zwarte ding daar? Waar? Die koffer op die stok. Die box? Ja. Is er mee? Er zit een vent in. Hoe kom je daar nou bij? Ik sta daar en ik hoor mijn naam eruit roepen. Bassie. Nee, toch? Ja, toch. Ga weg. Nee, ik ga even terug. Bassie! Nou! Hoor je het nou zelf ook? Ik hoor alleen mijn eigen stem. Nee joh, keihard! Bassie! Nee toch. Ja toch. Ga weg. Nee, ik ga weer terug. Knebel, knabel, knuisie. Ja, meneer Spookstra. Wie klopt daar op mijn huisje? Ik ben Roodneusje. Wie ben jij? Ik ben Adriaan. Hé? Hey, Adriaan! Ja? Het is helemaal een mooie. Wat? Hoe denk jij dat hij heet? Wie? Dat figuur in die koffer. Geen idee. Die heet net als jij. Adriaan. Nee toch. Ja toch. Ga weg. Nee, ik ga weer terug. Hij zei ik een frikandel halen. Wie is daar? Nou joh, ik ben het weer. Roodneusje. Wat wil je? Nou, ik wil graag wat weten. Wat wil je weten? Ah joh, ik wil alleen maar graag weten hoe jij in die koffer gekomen bent. Aan de onderkant. En die... Zit zo'n klein piepergaatje. Hey, dan ben jij zeker wel een klein piepervinkje, hè? Ik ben zo groot. Ja, Adriaantje de tuinkabouter. Hey, zit jij of lig jij? Ik sta. Hoe? Waar sta je dan? Ik sta achter je. Sst, klein kereltje, die ga ik vangen. Doe ik hem in een jampot. 1, 2, 6. Ja, ik zie niks. Ik sta achter je. Ja, dat zei je net ook, hè. Maar waar ben je dan, hè? Zal ik jou wat vertellen? Nou. Jij bent zo'n klein pieperventje, maar zo'n grote jokkebrok. Dat is die twaarigste achter je. Help! Wat is er nou? Hoe kan dat nou? Wat? Je staat hier te staan en je ziet daar te spoken. Heel eenvoudig. Dit is een microfoon. Als je hierin spreekt, komt daar de klank uit. Oh, dus als je in de microfoon spreekt, komt daar de stank uit. Niet de stank, de klank, het geluid. Oh, ik dacht dat is een elektronische stinkbom. Nou, ik vind het toch wel eng hoor, zo'n klein spookhuis. Bassie, dat is toch geen spookhuis? Adriaan, daar kan gerust zo'n klein spook in zitten. Daar kan geen spook in zitten. Oh nee? Want spoken... En daarom zingen we allemaal Spoken bestaan niet. Spoken bestaan niet. Spoken bestaan niet. Maar dat weten we allemaal. En daarom zingen we nog een keer. Spoken bestaan niet. Spoken bestaan niet. Daarom zijn we ook niet bang. Jullie zijn niet bang waar het volgende kan gebeuren. Wat nou joh? Je loopt door een groot donker bos helemaal alleen. Plotseling blijf je angstig staan, je hoort wat om je heen. Ja. Is het een geest, is het een spook, wat is dat voor gehuil? Nee. Dan zie je wat de oorzaak is, het is een grote uil. Ja. Want spoken bestaan niet, spoken bestaan niet.
maar dat weten we al. En daarom zingen we nog een keer. Daarom zijn we ook niet bang. Jullie zijn niet bang, maar dit kan gebeuren. Wat nou weer? Je ouders zijn een avond uit en jij wil vroeg naar bed. Je hebt de lamp net uitgedaan en dan ontdek je het. Is het een spook daar bij de muur? Je bent ontzettend bang. Je ziet als je het licht aan doet een vlek op het behang. Wat? Maar dat weten we al. En daar gaan we nog een keer. Slokken we staan niet. Daarom zijn we ook niet bang. Maar dit kan nog gebeuren. Wat nou nog? Het is aardig al geen mens op straat. De wind loeit om het huis. Het raam dat kraakt, de deur die piept. Je denkt het is niet pluis. Er wordt geklopt, is het een spook. Je geeft een harde gil. Maar voor de deur, daar sta je vriend die met je spelen wil. Wat? Slokken we staan niet. Slokken we staan niet. Maar dat weten we al. En een beetje harder voor de laatste keer. Slokken we staan niet. Slokken we staan niet. Daarom zijn we ook niet bang. En nou gaan we een keertje klappen, jongens, voor een man. Hey, die heeft 200 liedjes voor ons geschreven. 21 langspelplaten vol. Er liggen voor ons 38 videobanden in de winkel. En we zijn al 24 jaar op de televisie. Dat schrijft en regisseert allemaal mijn beste vriend, Adriaan! Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ja. Zo. Deden we zo wezen. Spoken bestaan niet. En wat wel bestaat, is een zaal met fantastisch publiek. Wat is er? Hé, hey Arjen, ken jij dat? Is dat van jou, dat ding? Ja, hoe kom je er dan? Dat zag ik je net achter te nemen. Oh, dat is een kleine computer. En er zit een heleboel geluid in die ik gebruik bij onze avonturenseries. Oh, laat eens het geluid van een slagroomtaart horen. Slagroomtaart? Ja. Zit erin. Het geluid van een vallende slagroomtaart. Nee, toch. Komt van boven. Dus die kant? Ja, komt-ie. Wie komt er in mijn huisie? Gassidarie, alles in mijn oog. En deze, ook een leuke. Oh, ja. Een Amerikaanse politieauto. Hij komt aanrijden. Oh. Hallo, wagen 14. Brabantse weg en aanrijden. En die? Hallo, mijn Basie. Doe ik hiermee, luister. Hallo, met mezelf. Dat is dat ding. Luister nou. Ja? Oh, het is voor jou. Maar je ziet een heleboel geluiden. Maar jongens en meisjes, wij gaan snel verder met het programma. Wat een gek ding. En zoals gezegd. Hé, hey, wat een gek ding, joh. Hey, moet je kijken, het lijkt net een afstandsbediening. Leuk, hè? Hey. Jongens en meisjes, zoals gezegd, we gaan er vanmiddag een hele leuke voorstelling van maken. Een gek geluid, hè? Mooi, hè? We gaan een heleboel liedjes zingen. We gaan leuke moppen vertellen. Niet allemaal sta je gek. En natuurlijk krijgen we een heleboel. Hé hey jongens, ik loop bij mijn ogen niet meer. Ik heb al die aan op de afstandsbesturing. Hey, moet je kijken, moet je kijken, moet je kijken. Maar we gaan eerst een lolletje uithalen met Adriaan. Martijn, dat is helemaal mooi. Hoor. Ik heb Adriaan gehypnotiseerd meer. Hij kan zo in de etalage hoor. Thank you.
Hou je dan mee, hou! Hey, twee keer! Au, au, au! Was jij niet gehypnotiseerd? Nee, natuurlijk niet. Er bestaat al die mensen op een afstandsbesturing. Nou, weet toch dat je geen goed... Even een grapje met je uitgehaald. Maar jongens en meisjes, stuur genoeg grapjes gemaakt. Want we gaan een paar gezellige liedjes zingen. De band wordt gestart. En dan gaan we eerst een stukje varen. En dan wil ik jou wat vragen. Wat wil je vragen? Schipper, mag ik overvaren? Ja, of nee? Moet ik dan een cent betalen? Ja of nee? Schipper, mag ik overvaren? Ja of nee? Moet ik dan een cent betalen? Ja of nee? Nee hoor, jullie hoeven geen cent te betalen. Hé, hey, dat is aardig van jou. Ze moeten een gulden betalen. Dan varen we terug. Schipper, mag ik overvaren? Ja of nee? Moet ik dan een cent betalen? Ja of nee? Schipper, mag ik overvaren? Ja of nee? Moet ik dan een cent betalen? Ja of nee? Nee, weet je wat doen? We gaan een stukje rijden. Ja, in een wagentje. Rijden, in een wagentje. Rijden, in een wagentje. En als je dan niet rijden wilt, dan vraag ik je. Jullie. En als je dan niet rijden wilt, dan draag ik je. Zo, en weet je waar we naartoe gaan? Nou, we gaan naar de berg van Sint-André. Mogen die kinderen ook mee? Dat gaan we vragen. Wie gaat er mee? Wie gaat er mee? Naar de berg van Sint-André. Want daar wonen zoveel kinderen. En die leven daar in Gloria. In Gloria. Nee, weet je wat doen? Nou, we gaan een stukje wandelen. Nou, dan hoop ik maar niet dat ons gebeurt wat die twee haasjes is overkomen. Wat is er mee gebeurd? In dat groene knollenland. In een groen knollenland. In de groen knollenland. Daar zaten twee haasjes heel vermaakt. Nee, weet je wat? We gaan niet lopen, we gaan niet varen, we gaan niet rijden, we gaan naar huis. Ik weet waar dat huis staat. Waar staat dat huis? Dat huis staat in Holland. Inderdaad. In Holland staat een huis, in Holland staat een huis. In Holland staat een huis, ja ja, van in Singla, Singla, hop, sa, sa. In Holland staat een huis. En in dat huis, daar woont een heer. 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 Ja, ja, kan je zingen, laat zingen, hop, sa, sa. In dat huis, daar woont een heer. In dat huis, daar woont een heer. Maar in dat huis woont ook een vrouw. In dat huis, daar woont een vrouw. In dat huis, daar woont een vrouw.
In het huis daar woont een vrouw, ja ja, van je zingela, zingela, hop, sa, sa. In het huis daar woont een vrouw. En in dat huis woont ook een kind. In het huis daar woont een kind. In het huis daar woont een kind. In het huis daar woont een kind. Ja ja, van je zingela, zingela, hop, sa, sa. In het huis daar woont een kind. In Holland staat een en applaus voor Bassie en Arjan en zo wat geweldig zeg. Oh, dat vind ik aardig. Hoi, Van der Bos en ik. Van een fan hier uit de zaal, die heeft natuurlijk gemerkt dat ik een beetje droge keel heb gekregen om een keel te spelen. Nou, fan. Waar je ook bent. Proost. Ja, lekker proost. Proost, Fen. Wat doe jij nou? Nou, gewoon even proeven. Dat kan je toch niet doen? Jo, dat kan ik wel. Kijk maar. Nee! Wie steekt er nou zijn vinger in een glas met limonade? Vandaag. Ja. In Naaldwijk. Ja. In de Naald. Ja. Ik. Dag! Dat kan je toch niet doen? Ja, dan begint hij weer. Dat kan ik wel, joh. Nee! Dat is toch vies? Ja, jij vindt het vies, maar ik vind het lekker, hoor. Nee! Appelsap. Dat is toch vies met je vinger in mijn limonade? Oh, wacht even. Nou begrijp ik het. Met mijn vinger is het vies. Ja, natuurlijk. Nou, doe ik het ook met mijn pink zo. Nee! Met je pink is toch ook vies? Oh, dus met mijn pink is het ook vies? Ja. Doe ik het met mijn duim. Daag! Waarom steek je je grote teen er niet in? Hé, hey, te gek, hè? Nee! Even het gooi weg. Wacht even. Weggooien kan altijd nog. Dat kan je toch ook aan mij geven? Ik ben toch je beste vriend? Oké. Okay. Jij krijgt van mij dat hele glas met appelsap. Wij zijn de beste vrienden. Maar op één voorwaarde. En dat is? Dat je dit glas leeg kan drinken met één hand. Nou, niet moeilijk. Kom maar op. Ik ben nog niet klaar. Pak jij die kruk er even bij. De kruk zit er gezellig bij. aan de bar moet je wezen. Eén, twee, hoepakee. Hoepakee. En nu mag je het glas leeg drinken met één hand. Ga je gang. Priopetepom, petom. En nu mag jij je glas leeg drinken met één hand. Ga je gang. Drinken nou. Ja, drinken nou. Wat is er? Ja, ik ben wel een domme clown, maar ik ben niet gek. Wat is het probleem? Nou, ik snap heus wel als ik die glas beetpak. Vloep, loopt alles weg. Moet je die beetpakken? Hé, hey, wacht even. Slobberen als een varkenzoer. Gaat niet. Nee, een gaatje boren met een rietje. Even. Haal even een boor uit de vrachtwagen. Nee, gaat ook niet. Je loopt er ook uit. Die... Maar dan weet ik het niet. Nou, dan zit ik je laten zien hoe je zo een glas leeg kan drinken met één hand. Ja, dat kan niet, dat kan niet. Je pakt het schoteltje en het glas met één hand. Oh. Je pakt het schoteltje en het glas met één hand. De echo. Nee, ik zal het even in zijn Naaldwijks vertalen. Dan zet je het op je hoofd. Dan zet je het op je oliebol. Met één hand. Met één hand. En we zingen allemaal. Glaasje op en laat je rijden. Ik draai het om. Verhip, zo draait hij het om. Met één hand. Met één hand. Ik zet het weer terug op de kruk. Hij zet het weer terug op de kruk. Met één hand. Met één hand. Ik pak het schoteltje met één hand. En ik het glaasje met één hand. Kom jij niet hier? Ja, allemaal hoela, krijg een gele kaart. Je krijgt geen gele kaart. Nee, een Vlaardingse strafschop, hé. Nee, ik vond dit een hele leuke grap. Maar door die grap van jou, krijg ik een leuk idee. Heb jij een leuk idee? Nee, toch? Ja, we gaan even lachen. Oh, gaan we lachen? Bassie. Adriaan. Hoe laat is het? Nou, het is momenteel... Alles is voorbij. Wat is dit? Die snap ik, dat was een mop. Had je hem door? Doe je dat wel eens meer? Heb ik wel eens meer gedaan. Dus jij staat in een café en dan... Hallo meneer, hoe laat is het? Hoppakee. Ja.
Blijf staan. Wat is er? Even. Wat is er? Achter het toneel hebben wij altijd nog een lekker glaasje met appelsap staan. Ja. En omdat we zo gelachen hebben, is dat voor onze Adriaan. Nou, jongens en meisjes, dat vind ik heel aardig. Een nieuw glas met appelsap van Bassie gereden, dat vind ik heel leuk. Zeg, Adriaan. Ja? Begint al lekker donker buiten te worden, hè? Nou, valt mee, hoor. Ja, hoe laat is het? Het is nu precies 3:15. Adriaan. Wat zeg je nou? Heel. Wat praat jij raar? Nee, ik praat niet raar, maar jij kijkt verkeerd op jouw horloge. Ik kijk goed, joh. Kijk zelf maar. Oh, doe niet meer. Wat? Nee. Kijk. Jij staat zo, hè? Zo. Maar ik vraag aan jou, hoe laat is het? Ja. Kijk, dan moet je zo kijken, zo. Hoe? Wat een oliebol. Kijk, je staat zo. Ja. Dan moet je zo kijken, zo. Doe nog eens. Nee, even langzaam. Dat is zo moeilijk, hè. Dat kan niemand. Ja, maar ik wel. Kan jij dat? Ik kan dat. Ook langzaam? Ook heel langzaam. Laat zien. Hoe laat is het? Nee! Alles is... Bassie, kom weer terug. Je hebt nog niks te drinken gehad. Maar heb je misschien trek in iets te eten? Heb jij iets te eten? Wat had je gedacht? Ja. Van een lekkere. Ja. Grote. Ja. Smakelijke. Ja. Overheerlijke. Ja. Slagroomtaart. Hey, kom op met het beest, kom op met het beest. Heb je de trek in? Ja. Oké, dan ga ik samen met deze kinderen voor jou een slagroomtaart goochelen. Goochelen? Ja. Adriaan, die kan je niet goochelen, die moet je bakken en met slagroom zo. Nee, wacht maar, ik heb alles meegebracht. Ja, dankjewel Evert. Zo, alsjeblieft. Ik heb alles meegebracht, alsjeblieft. Wat is er? Weet je wat jij moet gaan doen? Nou? Jij moet een praatje gaan maken met een spiegbiater. Met een wat? Met een spiegbiater. Wat is dat? Dat is een aardige dokter die kan aan de buitenkant zien dat jij van binnen getikt bent. Wat is er nou? Ja, dat is toch een slagroomtaart? Dat is nog geen slagroomtaart. Nee, dat is zo'n ding van bij de voetbal. Hup, zuiveren! Daar is hij niet voor. Mijn grootmoeder, hè? Die had vroeger ook zo'n toeter. Die was doof. Dan zei ze... Bassie, wat zeg je nou? Bassie! Oh joh, ik ben niet blind. Dan kan je wel ruiken. Met deze trechter kom je hier staan. Trechter boven je hoofd. Trechter boven je hoofd. Andersom. 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 Kijk nou even. Andersom. Hij stapt het. En nu ga je... Nee! Niet jij andersom. Ja, wie dan? Mijn tante. Oh, dat kan niet. Dan valt de rok naar beneden. Ja. Die trechter. Goed zo. Nu naar de andere kant kijken. Omdraaien. Oké. Ik tel met de jongens en meisjes... Omdraaien. Oké. Ik tel met de jongens en meisjes. Omdraaien! Een halve slag. Oh, een halve slag. Juist. Oh, zo. Goed zo. Zo blijven staan. Ik tel met de jongens en meisjes tot 5. En bij 5 komt er op die trechter een hele grote slagroomtaart. Wat is er? Maar ik spreek 1 ding af. En dat is? Ik geef er niets van weg. Wat? Krijgen die kinderen niets van die grote taart? Nee, het is nou een keertje. Alles is voor Bassie. Alles is voor Bassie. Alles is voor Bassie. En dat ben ik. Ja, Bassie, ga bestaan. Je krijgt alles. Jongens en meisjes, zijn we klaar? Ja. Ik zeg, zijn we klaar? Ja. 1. Wat is er? Ik heb een vraag. En dat is? Zitten er op die slagroomtaart allemaal van die kleine bruine slagroompuntjes? Dan moet ik een van de kinderen vragen. Zitten er slagroompuntjes op? Ja! Daar krijgen jullie lekker niks van. Want alles is voor Bassie. Alles is voor Bassie. 1. 2. 3. 4. 5.
Wat is er? Zitten er op die slagroomtaart allemaal van die gekleurde balletjes? Ja! Krijgen jullie ook niks van? Want... Eén, twee, drie, vier, vijf. Zit er ook allemaal hagelslag op de zijkant? Ja! Krijgen jullie ook lekker niks van? Want... Alles is verbazing, alles is verbazing. Maar nu gaat Bastien staan, anders krijgt hij helemaal niets. Nee, joh, kom op. Eén. Alles is verbazing. Alles is verbazing. Alles is verbazing. Alles is verbazing. Wat is er? Wat is er? Wat hebben we nou? Weet je wat jij bent? Nou? Jij bent geen warme bakker. Nee. Jij bent geen koude bakker. Nee. Jij bent een natte bakker. Als je het me zeggen, Massie, ik kan geen tijd goochelen, ik kan geen tijd bakken. We hebben je gefopt. Oh, jongens, we hebben vanmiddag een fopper in de zaal. Waar? Er staat hij met zijn blauwe bloesje, Adriaan Fopstra. Nou, wat is er nou? Jij weet helemaal niet hoe die truc werkt. Dat weet ik ook niet. Maar ik lekker wel. Hoezo? Ik heb vorig jaar met Hans Kazan gewerkt. Ja. En toen heeft Hans mij die truc geleerd in de kleedkamer. Met de Arabische goochelspreuk. Maar die ben jij vergeten. Lekker peu. Wil jij ermee zeggen dat jij wel een taak kan goochelen? Ik toevallig wel. Lekker peu. Kan jij een taart goochelen? Zo groot. Ik toevallig wel. Lekker peu. Zo hoog. Ik toevallig wel, lekker peu. Als jij van mij zo'n taart goochelt, dan steek die taart in 500 stukjes. En dan? Krijgt iedereen een stuk taart van me. En dan doe ik lekker niet, peu. Alsjeblieft. Wat zeg je nou? Alsjeblieft. Twee keer. Alsjeblieft, alsjeblieft. Adriaan, ga staan. Ik maak voor jou een slagroomtaart. Nou gaat het gebeuren. Hey, haha. Ho, ho. Ho, ho. Haar is telefoon van mevrouw Jojo. En dan komt Bassie en die gooit de water in. Wel, ik ga er staan. Ja. Met die terecht boven mijn hoofd. Ja. Maar je bent gewaarschuwd. Adriaan, een gewaarschuwd klank telt voor twee. Ik met mijn broer. Jongens, daar gaat ie. Eén. Twee, drie, vier, alles is. Bassie, Adriaan, wat ben jij nat? Ja, het is een mooie zaal, maar het dak lekt. Maar ik heb nog geen slagroomtaart. Adriaan, dan komt die kinderen tellen veel te snel. Nou, doen we het anders. Zeg jij me hoe snel we moeten tellen. Nou, joh. 1, 2, 3. Oh, en 4. En 5. En weer mis. Over jou, zoontje. Ahem. Passie. Dat ik vandaag voor jou... Een slagroomtaart. Dat vind ik geweldig. Alles is... Ik heb nog steeds geen slagroomtaart. Adriaan, die kinderen tellen nog steeds veel te snel. Doen we dat anders. We tellen niet tot 5. We tellen heel hard tot 10. Wie de bergers mogen zien, ik kom. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Hiepen de piep, zet op de stiep. Happen de pap, zet op de stap. Adriaan is helemaal droog. Evert. Heb jij er soms droog water in gedaan?
Er staat niet. Kijken. Ja, kijk, hij moet nat worden. Hij zeilt nou droog achter zijn oren. Hé? Lager. Even. Zal ik jou eens wat vertellen? Adriaan is helemaal hol van binnen. Die hebben ze op de riolering aangesloten. Staat niet, kijk. Wat is er? Waar heb jij dat water gelaten, hè? Ah! Alles is... Weet je wat mij opvalt? Nou? Als jij iemand wil foppen en dat gaat verkeerd, dan gaan de kinderen altijd zingen, alles is voor Bassie. Dat is bij mij al begonnen op de kleuterschool. Op de kleuterschool? Ik was 4 jaar. Ja? Nee, echt maar. Ik was nog maar zo'n klein kereltje. Hoe klein? Zo klein. Zo klein bestaat niet. Ja, want ik lag op de grond. En toen? Kwam ik de eerste dag de kleuterschool binnen. Ja. Ik struikel over de drempel. Ja. Ik val met mijn rode neus in een zwarte inktpot. En toen? Meteen de juffrouw zingen, alles is voor Basje, alles is voor Basje. Was zeker de juffrouw uit Den Haag. Ja, was juffrouw de Graaf. Maar Basje, dan ben je zo groot en nu gaan ze alles is voor Basje zingen in Naaldwijk. Hier? Ja. Hoe dan? Heel eenvoudig. Met deze kinderen hoef ik niet te repeteren. En dat gaat toch in één keer heel goed. Maar dat kan toch niet? Nee, normaal kan dat niet, maar met deze kinderen gaat dat wel. Ja, hoe wil je dat doen dan? Let op, de muziek wordt gestart. Ja, playback. Playback. En wij zingen allemaal. Alles is voor Bassie, alles is voor Bassie. Weer ik en dan de fop en nou, dan heb ik steeds een trom. Ja! Alles is voor Bassie, alles is voor Bassie. Want ik krijg steeds een kloppen op het water op. En dan zingen we. Alles is voor Bassie, alles is voor Bassie. En dat hoor ik maar in Londen waar ik sta. En dan gaan we nog een keer. Dat roepen alle mensen meest in mij. En alle kinderen. Alles is voor Bassie, alles is voor Bassie. Dat roepen alle mensen meest in mij. Dat hoor ik ook steeds maar. Hoe komt dat? Zal ik vertellen? Ik ben een clown met deze lange nieten. Dat was de wind. Ja, ja. Want in de jaren zei iedereen, dat wordt een leuke vent. En hoe? En op de school had ik zo lol, de meeste kreeg de ik. Wie kreeg de meeste straf van hem, dat kereltje was ik. Dat was die kleine Bas en dat zong de hele klas. Ja! Alles is voor Bassie, alles is voor Bassie. Weer ik een ander foppen, nou dan heb ik steeds een trom. Ja! Yep. Alles is voor Bassie, alles is voor Bassie. Want ik krijg steeds de kloppen of het water op. En dan zingen we! En dat hoor ik maar, ik loop dan maar, ik sta. En nu een beetje harder. Alles is voor Bassie, alles is voor Bassie. Dat roepen alle mensen mij steeds na. En nu zo hard mogelijk. Alles is voor Bassie, alles is voor Bassie. Dat roepen alle mensen mij steeds na. En nu krijgt Bassie alles aan het applaus voor Bassie. En Alia! Bassie, ja. We zijn hier vandaag bezig met de opname, maar ik zou het nou leuk vinden om de kinderen te laten zien hoe wij vroeger die opname maakten. Oh jongens, wat leuk, er staan 30 autobussen voor de deur, we gaan met z'n allen naar Amerika. We gaan naar Amerika en we komen nooit meer terug. Kom eens terug. Nou al, ik ben nog ineens weg. We gaan de opname hier maken. Het is een mooie zaal, maar je kan toch Amerika niet nadoen hier? Nee, we gaan er een studio van maken. Jongens, maak er even de studio van. Maak er een studio van. Dit. Zo, daar is de studio. Daar is de camera. Kijk nou eens uit, een tribune. Zo lekker veel publiek, hè. Dankjewel. We hebben alles meegebracht. Oh, ja. Zelfs... de filmklap. Ja, de filmklap. Wacht, ik zal eerst even de kinderen vertellen hoe de opname gaat. Oh ja. Dan zegt de regisseur, dames en heren, jongens en meisjes, stilte voor de opname, attentie, geluid. En dan zegt de geluidsman loopt. Dat betekent zijn bandrecorder loopt. Dan roept de regisseur, camera. Dan zegt de cameraman loopt. Dat betekent zijn camera loopt. En dan komt Bassie zijn werk. Dan roept Adriaan, Bassie lopen en ik ga er meteen vandoor. Hè. Lekker terug. Nee, ik kom terug. Dan komt jouw werk. Mijn werk. Oeh. Jij geeft de klap. Ik geef de klap. Alles begrepen? Ja, alles begrepen. Goed zo. Niks van gesnapt.
Geluid. Ik hoor niks. Nou moet jij zeggen, loopt. Oh, wacht even. Geluid. Loopt. Au. Oh, kijk eens. Adriaan loopt ook. Een beetje mank. Voet op de grond. Je zegt alleen maar, loopt. Loopt. Geluid. Loopt. Camera. Loopt. Klap. Oh, alsjeblieft. Wat doe je nou? Nou, ik geef de klap. Nou, ik geef de klap. Ja, lekker, hè? Je moet de klap niet geven. Ja, wat dan? Je moet een klap geven. Nee. Oh, ik moet een klap geven. Geluid. Loopt. Camera. Loopt. Klap. Nee. Niet zo'n klap. Oh, jij wil een lekkere poeier. Nee. Of wil jij misschien een lekkere trapper? Nee. Een klap met de filmklap. Jij wil een klap met de filmklap? Dan sta ik je de hele tijd te vertellen. Oh. Geluid. Loop. Camera. Loop. Klap. Ja. Je slaat verkeerd met die klap. Wel moet hij zo. Nou. Wauw. Hoi, kom op mij naar buiten. Ik zie de maan. De maan, dat kan niet. Hey, dat kan niet. Er zit een dak op, joh. Dat kan niet. Waar is de maan? Nee. Oh. Ik zie alleen mijn sterretjes. Kijk nou even. Ja. Zo moet je slaan. Oh, nou snap ik het. Geluid. Loop. Camera. Loop. Klap. Zijn vinger dus. Nou. Jongens, zonder klap. We doen het zo. Ik bedien eerst de camera. Ja. En dan maak jij de aankondiging. Oh, dus wacht even. Jij bent de cameraman. Ja. En ik ben de omroepster. Juist. Oh, aangenaam, Tineke. Dames en heren, jongens en meisjes, stilte voor de opname. 5 seconden naar nu. 5, 4, 3, 2, 1, actie! Basie, wat is dat? Een raket naar Mars. Je moet een aankondiging maken. Oh, gut, ik was Tineke. Gaan we weer. 5, 4, 3, 2, 1, actie! Hey Adriaan. Wat is er nou weer? Ik kan geen omroepster zijn. Waarom niet? Met toch een jongetje. Dan ben jij de omroeper. Oh, dan ben ik die lange. Welke lange? Ron Brandnetel. Ron Brandnetel. Dan gaan we nog een keer. 5, 4, 3, 2, 1, actie. Hey Adriaan. Wat is er nou weer? Ik kan ook geen omroeper zijn. Wel. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Hey, jij ook niet? Is toch heel eenvoudig. Dames en heren, jongens en meisjes, enzovoort, enzovoort. Oh, gaat dat zo? Dames en heren, jongens en meisjes, enzovoort, 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 enzovoort. Allemaal! Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het is geen carnaval! Enzovoort, 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 enne. Wat sta je nu te doen? Het programma aan te kondigen. Enzovoort, enzovoort, enne. Je moet vertellen wat er komt. Wat komt er? Enzovoort, enzovoort, enne. Ga even aan de kant, ik zal het voordoen. Dames en heren, jongens en meisjes. Jullie kijken vandaag naar de opname van het programma. En het programma heet... Enzovoort, enzovoort. Nee! Enne. Ga de microfoon testen. Oh, daar ben ik goed in. Gelukkig is je ergens goed in. Wat sta je nou te doen? Nou, de microfoon te pesten. Ik zei de microfoon testen. Oh, testen met een thee van koffie. Met een thee van toffie. Au. Het is er. Er zit een toffie in mijn ogen. Ja, kom op. Wat moet ik nou zeggen, Adriaan? Was hij hetgene wat je zegt, zeg maar iets tegen de microfoon. Hallo, microfoon. Lekker weer vandaag. Ik hoor niks. Hey, jongens, hey. Adriaan hoort niks. Hey. Adriaan is een oliebol. Was hij? Zeg eens even wat, ik hoor niks. Adriaan is een appelflap. Bassie, zeg nou even wat. Adriaan is...
Adriaan is... Oh, Adriaan. Adriaan, hij heeft een neus als een banaan. En na die woorden ga ik een liedje maken over de neus van Bassie. Oh, dat is mijn kokkertje. Het wordt een heel leuk liedje. Ja. Even meewerken. Ja. Zo, nu naar voren komen. Ja, blijven staan. Ja. En als Bassie zo verder gaat. Ja. Verander ik zijn neus in een platte tomaat. Nee. Nou, ik weet niet wat er aan de hand is, maar volgens mij is die microfoon verstopt. Ik hoor niets op mijn koptelefoon. Oh, jongens, de microfoon is verstopt. Die zal ik even doorblazen. Oh, sinds wanneer rook jij? En nog wel uit zijn oren. Even kijken wat hij nu doet. Hallo? Ja! Oh, hij doet het. Maar die koptelefoon staat knoert en knoert hard. Oeh. Hey. Ja! Pas alsjeblieft niet zo hard, joh. Hey. Ja! Niet zo hard, man. Hé, hey, er is telefoon van meneer Hartman. Straks klopt die microfoon uit elkaar. Ah, dat kan toch nu. Hey. Ja! Nou is hij pot. Je wordt bedankt. Nou, niks te danken hoor. Heel graag gedaan. Heb je nou gezien wat je gedaan hebt? Pak die andere microfoon. Evert. Alle waardeloze dingen van toneel. Neem die kruk ook mee. Hé, wat? Hé, waarom joh? Hé joh, oh, die bol, die is zo gek joh. Evert, wat doe je? Oh. Ik neem de kruk mee. Je neemt de kruk mee. Ik bedoel die kleine kruk. Zo, grote voor de camera. Klaar? Oké. Okay. Dan gaan we weer. 5, 4, 3, 2, 1, actie! Hallo, goede kijkers, beste middag. Wij zijn vandaag in Naaldwijk en wij zijn kwijter. Hey, Erwin Krol, stop even! Ja, waarom stop je nou? Een geweldig succes, iedereen lacht. Ja, behalve ik. Wat is het probleem? Nou, ik heb geen probleem. Wat dan? Ik heb een leuk idee. Wat voor idee? Adriaan komt hier staan. Ja. En Basie gaat aan de andere kant staan. Oh, wij gaan van plaats switchen. Ja. We gaan draaien. We gaan draaien. Leuk. Priapadapada. Priapadapadapada. Priapadapadapada. Wat is er? Nou, ik ga toch maar mijn lieve naar de andere kant. Oké. Priapadapadapada. Priapadapadapada. Als ik hier sta, kan die me lekker niet raken. Je kan me lekker niet raken. Je kan me lekker niet raken. Je kan me lekker niet raken. Nee, luister nou even, dikke. Nee, wacht nou, ik ben... Oh. Jongens, allemaal stil. Tand volgt de beroemde klap van Bassie. Er is iedereen bang van. Yo. Zie je wel, hij is bang van me. Hij durft niet. Nee. Ja, wat is er nou? Nou, Arjan, stop. Laat die camera maar staan. Staat. Kom jij maar bij mij. Bij jou. Ja. En nu? Nu moet ons Adriaan naar de camera kijken. Ziet er leuk uit. Ja. Nu moet jij zeggen, hallo goede kijkers, beste middag. Dat gaat niet. Ja, waarom niet? Ik deed het toch ook? Als ik dat doe, wie bedient er dan de camera? Adriaantje, ik zal mijn hand over mijn hart strijken en ik zal voor jou wel die camera bedienen. Weet jij hoe dat gaat? Nee, want ik zie allemaal knoppen. Dan zal ik het even uitleggen. Je blijft overal vanaf. Ja. Je drukt alleen op die onderste schakelaar. Ja, maar jij deed zelf die bovenste. Ah! Niet aan de bovenste komen, anders kom je in de problemen. De onderste. Jij deed de bovenste. Tararibum, die en dikke dominee. De onderste. En zakje stik de regen tegen Adriaan. Alles is voor Bassie. Alles is voor Bassie. Alles is voor Bassie. Alles is voor
Wat heb jij? Die kindertjes die daar vooraan zitten, hè? Ja. Die zingen het mooiste en het beste Alles is Verbassie. Ja, dat vind ik ook. Nu ga ik eens een keertje wat doen. Dat? Dat heb ik een keer gezien op de televisie. En dat was? Toen ging de camera zo landenzaal in. Je gaat de camera toch niet in het publiek gooien? Nee, wij gaan een opnametje van het publiek maken. Wow. Regenjas aan, paraplu's op. Hé, hey, mijn beste vriend, zit die vol? Helemaal vol. Ik zeg actie, jij drukt de knoppen in. Hun worden kletternat en we gaan allemaal lachen, jongens. Bassie, ja? Wil je dat goed zien? Heel graag. Moet je hier gaan zitten, zit je er recht voor. Oh, wat leuk. Eventje, eventje klaar. Ja. Actie! Alle knoppen! Alles is... Wie een kuilgraaf voor een ander... krijgt een kletsnatte kop. Maar dat niet alleen, Bassie. Je krijgt ook nog een fantastisch applaus bij Bassie. En Adriaan. En hebben jullie nog steeds in je zin? Ja! Willen jullie nog meer? Ja! Nog meer? En we gaan nog niet naar huis, nog langer niet. En we gaan nog niet naar huis, want mijn buurvrouw, die heeft een pukkeltje op de neus. Oké, als jullie nog niet naar huis gaan, heb ik even de tijd voor een paar mededelingen. Oh, jongens, allemaal stil, want onze Adriaan heeft een paar mededelen, Nee, Adriaan heeft een paar duiden mededelen, Nee, hij gaat wat zeggen. Ja, ik begin met een slechte mededeling. Oh, wat is er gebeurd? Deze voorstelling is bijna afgelopen. Oh, net zo gezellig, hoor. Maar jongens en meisjes, jullie zien ons regelmatig nog op televisie. Maar de muziek wordt gestart. En wij zingen voor vandaag. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes. Dat was het dan alweer. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes. Tot de volgende keer maar weer. Tot ziens allemaal, tot de volgende keer. Dag! En wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen!